Den Haag, de 28e, een actie van een echte held. Tomra, je ziet dan hier echte held. Wat mij betreft is dat de echte held Robert van Duin. Een of andere zakenmeneer, die heb ik in Apeldoorn ontmoet van firma Tomra. En je hebt natuurlijk de ChristenUnie daar. Tjitske, er wordt hard gestreden voor statiegeld wat ze hier hebben gedaan. Dus ze hebben Nederland nagebouwd in bakstenen en echt laten zien wat er per uur, per dag, per maand en per jaar in Nederland alleen al in het milieu terechtkomt. Nou, mijn vraag is zometeen aan de Kamerleden, de Tweede Kamerleden, of ze nou echt denken dat wanneer we hier een dubbeltje statiegeld op zouden gaan zetten, of dat dan alsnog in het milieu terecht zou komen. Dat is de vraag aan de Kamerleden. Heel erg kort door de bocht. Al die andere bullshit, wat mij betreft, mag je het houden. Komt dit in het milieu terecht als er een dubbeltje statiegeld op staat? Dat is mijn kernvraag. Dankjewel en tot ziens op www.koengroen.nl.